Katja Segers, 2019 wordt een belangrijk jaar met Vlaamse verkiezingen. Laten we eerst eens kijken naar de verkiezingen die we al gehad hebben, de lokale verkiezingen. U woont in Liedekerke, ooit de thuishaven van Etienne Schoepen, nu niet meer. Jawel, hij woont er nog altijd. Hij is nog voorzitter van de gemeenteraad. Hij is nog voorzitter van de gemeenteraad, oké. Maar ik zie dat u met CD&V, de N-VA opzij geschoven hebt in Liedekerke, terwijl zij de grootste partij zijn. Wij hebben eigenlijk al heel lang een coalitie samen met CD&V en die gaat zeer goed. Tot mijn grote, ja, eigenlijk wel, ik was blij dat we met mijn partij op 14 oktober nog steeds 20% hebben behaald. En dat is, als je weet dat Liedekerke naast Denderleeuw en Nienhoven ligt, ja, dan zijn dat wel, dan is dat een resultaat waarvan je zegt van goed dat we zo fijn stand houden. CD&V was in zetel kwijt, daarom hebben we ook beslist om met VLD ook erbij te nemen. We hebben gesprekken gevoerd met alle partijen, maar uiteindelijk lokale politiek, dat weet u, dat is een zaak van mensen. Mensen die elkaar vertrouwen, die elkaar vinden in een bestuursakkoord, in een visie op hoe dat je gemeente, hoe klein dat ze ook is, hè. Liedekerke is 13.000 inwoners, hoe klein dat die zo ook is om te willen ontwikkelen. En daarom zijn we toch opnieuw ervoor gekozen om met CD&V en ditmaal ook met VLD erbij in coalitie te gaan. Ja, uw partij heeft het electoraal niet voor de wind. Hè. Het is niet altijd even gemakkelijk voor SPA. Hoe zwaar weegt dat op u? Of op u en uw collega's? Wel, uiteraard moet daar geen doekjes om winnen. De 14 oktober was voor mijn partij, dat was geen goede uitslag. Ja, als je bekijkt dat we provincie, alles bijeen, gemiddeld provinciale verkiezingen, die toch een goede voorbode kunnen, zouden moeten zijn voor de verkiezingen die in mei normaal volgen, tenzij dat we natuurlijk volgende maand opnieuw naar de stembus gaan gaan. Hè. Want in deze dagen is het ochtends is de situatie niet meer, was het 's avonds, dus het is heel onzekere tijden. 10%, dat was niet goed. Ondertussen hebben we een peiling gehad waar dat we op 12 landen, dus dan denk je van oké, we gaan ervoor. Wat dat wel zo is, is dat we ook in 9 van de 13 centrumsteden eigenlijk wel mee besturen opnieuw. Ook in mijn eigen provincie zie ik dan bijvoorbeeld in de stad als Vilvoorde en ook Halle, waar dat we nu voor het eerst eigenlijk een burgemeester kunnen leveren, dat er toch lichtpuntjes zijn. En zoals mijn voorzitter John Krombé zei, ook Liedekerke is een lichtpuntje. Te midden van andere, bijvoorbeeld Bredene. Er zijn wel veel gemeenten waar we zelfs ook vooruit gaan. Dus het zou nu de slechtste zaak zijn om onze kop te laten hangen en er niet voor te gaan. En daar zijn we zeker niet van zin. Vandaag hebben we een fractiedag gehad. We hebben de afgelopen weken met meer dan 200 mensen in verschillende werkgroepen rond verschillende thema's samengezeten, interne, externe mensen. En ik denk dat wij met een programma er gaan komen waar dat we terecht mogen fier op zijn. En waar dat we de kiezers een duidelijk alternatief geven voor wat dat deze regeringen gepresteerd hebben. Wij willen met name gaan voor zekerheid, zorgzekerheid. Als je kijkt naar de lange wachtlijsten in de zorg, dat kan niet meer zijn, die moeten we oplossen. We willen zekerheid dat mensen op het einde van de maand hun facturen kunnen betalen door in te zetten op bijvoorbeeld een btw-verlaging dat we willen voorstellen. Zekerheid ook dat mensen hun facturen betaald krijgen. Een pensioen dat voldoende is. En vandaar ons voorstel 1500 euro, 42 jaar werken. Dat is duidelijk, dat is helder, dat is fair. Maar ook zekerheid als het gaat over ambitieuze klimaatdoelstellingen. Zekerheid over gelijke kansen. Dus ik denk dat ik ben daar nu echt wel fier op dat we een programma uitgedokterd hebben, vandaag rond samengezeten, waar dat we zeker van ben dat we de kiezer mee gaan kunnen overtuigen. Ja, en uw voorzitter wil dat doen met veel nieuwe jonge mensen? Met een mix van nieuwe jonge mensen en vaste waarden willen we echt naar de kiezer gaan om te tonen van socialisten zijn nodig en er zijn er nog genoeg. En ook jonge mensen dragen dat socialistische ideologie en gedachtegoed uit. Katja Segers, we hadden het over de verkiezingen, de lokale verkiezingen. Ja, die hebben nogal wat teweeg gebracht over discussies over dat cordon sanitair van het Vlaams Belang.
Maar ook uw partij is erbij betrokken, want men zegt Vlaams Belang en PvdA. En uw partij heeft met PvdA een coalitie aangegaan. Absoluut. Men zegt dan, links is toleranter als het over zichzelf gaat dan als het over extreem rechts gaat. Ik denk niet dat u dat zo mag zien. De Vlaams Belang, het cordon sanitaire, vindt zijn grond erin dat die partij veroordeeld is door de rechter. Wegens oproep tot haat, discriminatie, racisme, daar is een veroordeling uit gevolgd. Dus dat maakt dat die partij voor mij zichzelf eigenlijk buiten de democratie stelt als ze zelf niet vertrekt vanuit die democratische waarden. Dus voor wat mij betreft is er geen sprake van dat je ooit met Vlaams Belang zou kunnen gaan marchanderen. Wat betreft de PvdA, daar is nooit een veroordeling van die partij gebeurd. Dat cordon heeft nooit geslagen op de PvdA. Wij hebben nu na 14 oktober in Zelzaten met name een coalitie gesmeed met PvdA. Ik heb ook dat bestuursakkoord daar gekeken. Ik vind daar geen woord in waar dat ik me niet kan achterzetten. Bovendien hebben we de voorbije legislatuur ook in het district Borgerhout is er goed bestuurd geweest met PvdA. Dus die vergelijking gaat in die zin niet op. En ik weet dat er dan soms wordt gezegd van ja, maar in hun statuten staan. Hè. Nee, ik denk dat Peter Mertens en de andere mensen van PvdA al herhaaldelijk hebben zich zeer duidelijk gedistanceerd van autoritaire regimes zoals in Noord-Korea. Dus ik heb daar op dat vlak geen enkele schrik om met hen, de kameraden in Zelzaten, het is onze fractieleider Joris van den Broeke, die daar onderhandeld heeft en die daar ook zegt van ja, met hand op mijn hart, dit is een goed bestuursakkoord en we gaan met die mensen in zee. En trouwens, degenen die het argumenten dan opbrengen van de autoritaire regimes, ik denk dat het de afgelopen weken vooral een andere partij geweest is, met name de N-VA, die heel dicht heeft aangeschurkt voorbije weken in haar communicatie tegenover het Vlaams Belang. Het is ook de N-VA die mensen die het 70-puntenprogramma van het Vlaams Belang geschreven hebben, tot schepen hebben gemaakt, zonder enig probleem. En op dat vlak denk ik van, ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld de communicatiecampagne naar aanleiding van het akkoord dat in New York gaat getekend worden binnenkort, ja, dat is een campagne die door Breitbart is aangestuurd en over heel Europa is uitgerold geweest. Mm-hmm. Met dezelfde slogans, dezelfde beelden. En daar krijg ik schrik van. Ja, want zo'n campagne gaat geen eigen leven leiden. Die wordt wel gelanceerd en die wordt toch wel goedgekeurd door de hoogste instanties. Absoluut. Mij maak je voor geen seconde wijs. Hè, de verontschuldiging die gekomen zijn. Oeps, het was een uitschuivertje. Nee, dat kan niet. Het waren dezelfde beelden die ook door de Duitse extreemrechtse partijen zijn aangestuurd. Je ziet dat daar zit Breitbart, die zitten daarachter. Nee, dat is een beweging geweest die over de hele Europa is uitgerold geweest is. Dus op dat vlak, Marrakesh-akkoord, maar ik ga het liever een New York-akkoord noemen, want daar wordt het getekend. Hè, want dat beeld is natuurlijk ook niet, en dat woord is niet onbewust in de media gelanceerd geweest. Wel, dat zijn tactieken die akelig dicht bij de extreemrechts aanleunen. Ja, misschien is het precies dat wat de N-VA zoekt. Paul Magnet zegt van we moeten een cordon sanitair rond de N-VA leggen. Dat komt Bart De Wever eigenlijk wel goed uit. Ja, dat was erover om dat te zeggen van Paul Magnet. Daar volg ik hem totaal niet in. Dat was erover om dat te zeggen. Maar het blijft het feit dat akkoord dat eigenlijk al 2 jaar binnen de federale regering men aan het onderhandelen was. Ik weet niet wat er gebeurd is, ontsnapt is aan de aandacht van Franken. Hij had er blijkbaar toch heeft er niet veel zin gehad om er zich mee bezig te houden. Op een gegeven moment heel handig is aangegrepen om de campagne voor naar mei, misschien al februari, te gaan lanceren. Ja, oké. En dat dan toevallig in Marrakesh de onderhandelingen vorig jaar, dat was natuurlijk gevonden is fressen.
Katja Segers, het klimaat is een van de grote debatthema's in alle parlementen een beetje. We hebben die fameuze klimaattop gehad in Katowice in Polen, waar ze bruinkool gestookt hebben, onderweg een beetje. En waar de voorzitter over tafel sprong bij het afsluiten van zijn conferentie. Dat was het meest spectaculaire beeld van die conferentie. Ja. De perceptie rond is niet echt schitterend geweest. Hè? Nee, als er één zaak is waar ik zo van wakker lig, dan is dat klimaat. Ik kan dit echt met de beste wil van de wereld niet begrijpen. Niet begrijpen dat we in België, maar ook wereldwijd, maar zeker ook in België, er niet in slagen om echt bereidheid te tonen om echt dat klimaatproblematiek aan te pakken. Die planeet, het wordt zo vaak gezegd, en maar het is geen boutade. Er is geen planeet B. Met onze planeet kunnen we niet marchanderen. We moeten ze redden. We zitten op 1 graad. We weten allemaal opwarming. We weten dat bij 1,5 graden de opwarming dermate onomkeerbaar is dat onze planeet kapot gaat. En dat gaat dan over de kinderen, de kleinkinderen van mijn kinderen. En dat wil ik hen echt niet aandoen. Waarom is dat zo moeilijk om de wetenschappers wereldwijd, de tijd dat we spraken over believers en non-believers, is voorbij. Er is een wetenschappelijke, absolute grote consensus dat onze planeet echt naar de knoppen gaat als we niet dringend ingrijpen. En ik vond het zo mooi hoe dat Nick Balthazar, die zich ook achter de climate-betoging gezet heeft. Ik was er op 2 december en dat was een fantastische betoging. 75.000 mensen bij elkaar, met heel veel kinderen. Ik heb zoveel kinderen gezien. Het was ook ontroerend dat achteraf de politie iedereen bedankt. We zeiden van, het was fantastisch, mensen zeiden goeiedag. Dan de politie lachte, er lag geen papiertje op straat. Wat een contrast met de betoging van zondag, van die 6.000 heethoofden die zich tegen Marrakesh weerden. Maar die 75.000 mensen, die hebben van deze regering al 2 keer een welgemeende fuck you vinger gekregen. 1 keer toen dat wij als enige land Benelux niet onderschreven hebben. 2e keer in Katowice, waar dat onze minister-president Bourgeois zegt van ja, maar we moeten realistisch zijn. En ik vond dat beeld van Nick Balthazar zondag wel heel goed, dat hem zei, dat is net hetzelfde alsof dat je tegen ouders. Oké, het is absoluut een het is geen, maar het is zelfs geen verkeerd beeld, want het gaat over een zieke planeet die we moeten redden. En je hebt een kind met kanker en de dokter zei van we kunnen het ze redden, maar het gaat geld kosten en we gaan het nu moeten doen. En dat dan die ouders zou zeggen van laat ons nog maar wat wachten. En dat is eigenlijk met een beetje te veel geld. Nee, het is nu, die urgentie bij de mensen is er. Iedereen schreeuwt om beleid. En dan slagen we erin vanuit Vlaanderen om ons niet te scharen achter Katowice, waar dat er trouwens akkoorden afgesloten zijn die niet ver genoeg gaan. Die nog niet ver genoeg gaan. We zitten vandaag aan 0,5% reductie van de uitstoot. We moeten op 50 belanden. Hoe gaan we in godsnaam dit ooit doen als we niet radicaal, maar ook echt radicaal ervoor gaan? En we kunnen het. We kunnen het. Ja, we kunnen het perfect. U verwijst naar die sense of urgency die er blijkbaar nu is bij de politieke klasse. Maar wordt er niet gestuit door de institutionele tegenstellingen tussen die federale regering en die gewestelijke regeringen? Dat kan zijn. Fix it. Fix it. Als er één probleem is wereldwijd, waar wij ook vanuit België en alle deelstaten hun medewerking aan moeten geven, dan is het dit. Laat het dan gebeuren. En niet de zwarte piet naar elkaar doorschuiven om niets te moeten doen. Want finaal is het dat. Hè. Men heeft angst om de grote industrieën te dwingen om ook iets te doen. Want vandaag de dag is de retoriek nog veel te veel van de mensen, de gezin. Uiteraard moet iedereen moet voor eigen deur vegen. Iedereen kan een bijdrage leveren op tal van vlakken, energiebesparing en zo verder. Maar het zijn vooral ook de grote industrieën die moeten mee willen. En als ze slim zijn, doen ze dat. In Duitsland toont heel goed dat je kan perfect een ecologisch plan maken, een plan maken om dat klimaat te proberen te redden en het kunnen koppelen aan economische winsten. Je kan het, maar je moet durven. Ja. En dat zie ik in ons land niet gebeuren en dat maakt mij diep beschaamd.
Dames en heren, de orde is nu de hoofdelijke stemmer over het voorstel van resolutie van Tine Soens, Katja Segers, Karel van Louwen, Bart Kennis, Jean-Jacques de Gucht en Wouter van Bezien. Betreffende professor Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is. Begin met de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemverrichtingen. 100 leden deelgenomen, 100 jaar geen onthoudingen. U hebt een fragment gekozen over professor Ahmadreza Djalali, een collega van u eigenlijk aan de Vrije Universiteit van Brussel, die in april 2016 werd opgesloten in Teheran, die dat door een vreemde gang van zaken geen beroepsprocedure kon krijgen in zijn procesgang en die nu nog altijd onterecht opgesloten zit. Wat kunnen wij daaraan doen? Ja, de zaak van Ahmadreza Djalali, dokter Djalali, houdt mij bijzonder bezig. Hij is eigenlijk de coördinator van een interuniversitaire master in de spoedartsgeneeskunde. Zelf heeft hij zijn doctoraat gemaakt over hoe je ziekenhuizen het best uitrust wanneer er een ramp zich voordoet. Een natuurlijke ramp, een terroristische aanslag, maakt niet uit. Het klopt dat hij deed die coördinatie ervan, VUB Rome, dus dat is een master VUB Rome Zweden. Zweden heeft hem ondertussen genaturaliseerd, hij is Zweed geworden. Hij was op uitnodiging van de autoriteiten in Iran op een congres om daar de ziekenhuizen te gaan helpen hoe ze zich moeten uitrusten. En op dat moment hebben ze hem inderdaad langs de kant van de weg geplukt en hem gevangen gezet. Zonder enige reden. Hij heeft 3 maanden in de isoleercel gezeten. Hij heeft een proces gekregen achter gesloten deuren. Een advocaat die niet zijn keuze was. Hij wordt beschuldigd, een vage beschuldiging van spionage, wat dan ook. Hij is ondertussen ook heel ziek geworden. Hij krijgt geen gezondheidszorgen. Hij is ongelooflijk 25 kilo vermagerd. Onlangs is hij dan toch naar het ziekenhuis gemogen, maar hebben ze hem daar vastgebonden, wat hem heel veel pijn deed. En de hele wereld staat machteloos. De hele wereld staat machteloos. Tegenover die beslissing van Iran, op basis van wat? We weten niet wat dat hem wordt aangevreven. Spionage, zogezegd. En ondertussen zit hij vast. Hij heeft een gezin, een vrouw met 2 kindjes. We hebben hen ontvangen hier in het Vlaams parlement dit jaar. In juni, de voorzitter heeft hen ontvangen. En dat was een van, voor mij, het meest pakkende moment van dit jaar en van de afgelopen jaren. Omdat je bent hier in het parlement bezig met resoluties en wetsvoorstellen en vragen. Maar op dat moment, door haar te ontmoeten, was dat heel, heel, heel tastbaar. Dit gaat over het leven van een mens, van een vader, van een dokter die oprecht goed wil doen en waar dat we met onze muur tegen staan. Minister-president Bourgeois heeft zich het afgelopen 2 jaar in dat dossier ongelooflijk ingespannen. Iedereen spant zich in. Ook binnen Europa, Federica Mogherini spant zich daarvoor in. En nog bougeert het niet. Waardoor dat we, ik durf het bijna niet uitspreken, maar mijn vrees is dat door de internationale druk die wij gelegd hebben, we hebben een resolutie neergelegd, dat was ook heel fijn dat we heel kamerbreed die resolutie hebben kunnen stemmen. Ik heb hetzelfde gedaan in de Senaat, waar we diezelfde resolutie gestemd hebben. Dus er is druk. En mijn vrees is dat men gewoon van plan is om hem te laten creperen. Zo erg is het, denk ik. En dat je denkt van, wat nog? Wat nog? Wat kunnen we nog doen? De universiteiten, mijn rector Caroline Pauwels heeft ook beslist om samen met alle andere universiteiten om die samenwerking met Iran stop te zetten. Liefst zou ik ook zien dat de Belgische overheid zegt, wij doen geen handel meer. Als de taal van de diplomatie me niet verstaat in Iran, dan moet men de taal van het geld spreken misschien. Maar onlangs heeft premier Michel een onderhoud gehad met de Iraanse president. En hij heeft daar Djalali niet ter sprake gebracht. En dat was een echte gemiste kans, denk ik, om dat niet te doen. Ja, anders, denk ik, wat ik ook al gedacht heb, is van misschien moeten we de paus. En er zijn al stappen gezet via collega Bart Kennis, die de nuncius, dat men probeert in de paus. Weet je, als het dan geen politiekers kunnen, misschien kunnen religieuze leiders het onder elkaar doen.
Ik denk dat we alle middelen moeten aangrijpen om die arme man vrij te krijgen, maar het ziet er niet goed uit. Maar wat kan de Iraanse staat zo bezielen om zo tegen de internationale gemeenschap in te gaan? Ik weet het niet. Men zou hem beschuldigen dat hij met Israël samengewerkt heeft. Maar kijk, wat hij doet is de coördinatie van een internationale master. En dat gaat over gezondheid, dat gaat over geneeskunde, dat gaat over mensen redden. En natuurlijk wordt daar met alle landen van de wereld gewerkt. Er studenten komen, volgen die master van over alle delen van de wereld. Maar als dat voldoende zou zijn om te zeggen van je spioneert, dat is onvoldoende. En dat, mijn collega Gerland van Berlaar, dus hoofd spoedgeneeskunde, die zegt ook van, weet je dat hij zelfs nu nog zijn land verdedigt? Hij houdt van Iran, hij houdt van zijn land, hij wil zijn land helpen. En toch wordt hij gewoon in een cel gestoken en zit hij daar te creperen. En dat stoot zo tegen de borst als mens en dat maakt mij ook heel machteloos voelen. Dus dat moment heb ik gekozen, het is geen hoogtepunt. Maar het was wel iets dat ik nooit ga vergeten, die ontmoeting met Vida en de twee kinderen die erbij waren. De oudste dochter is op de hoogte van de situatie. Het jongste zoontje is nog geen 10 en die denkt dat zijn papa op reis is. Dat is vreselijk. VRT Nu is vandaag geen volwaardig alternatief voor een vrije toegankelijke VRT. Wij menen dat we deze kijkers, die antennekijkers, de ether-antennekijkers, niet in de steek mogen laten op deze weinig respectvolle manier zonder enig overleg met de politiek. En deze beslissing om de VBT stop te zetten heeft een maatschappelijke impact zeer ten kwade en getuigen daarvan de vele signalen die we krijgen. Eén die de VRT misschien zelf heeft onderschat, maar die er wel degelijk is. Katja Segers, u bent professor media aan de VUB. Ons fragment moest dan wel over media gaan. We hebben eigenlijk gekozen voor een merkwaardige beslissing van de VRT, met name de beslissing om uitzendingen via de ether stop te zetten. Ja. Wat wil zeggen dat mensen niet meer gratis kunnen naar de VRT kijken, naar de openbare omroep. Ja, onbegrijpelijke beslissing. Misschien eerst zeggen wat dat DVB-T is, ja. Digital Video Broadcasting Terrestrial, is eigenlijk, u zei het correct, tv via de digitale ether. Dat is een manier voor veel mensen om de VRT te kunnen bekijken, zoals men ook de RTBF en zo kan bekijken, zonder dat je daarvoor een kabelabonnement nodig hebt. Een kabelabonnement van Telenet of Proximus. Het is een technologie die gebruikt wordt door mensen die technologisch beslagen zijn, zeer zeker. Hè, waarvan dat je zou kunnen zeggen van ja, die zijn wel waarschijnlijk rijk genoeg, die kunnen zich dat wel aanschaffen, zo'n abonnement. Dat is natuurlijk nooit het juiste argument. Maar het is ook een technologie die bijvoorbeeld aan truckers, binnenschippers, mensen op een caravan mogelijk maakt om de VRT te kunnen bekijken. De VRT heeft out of the blue dit jaar aangekondigd te zullen stoppen op 1 december. Het is al gestopt. Ja, stopt, het schijnt dat het ook was midden in een film dat het beeld grijs werd. Dus echt niet geen fijne manier. Om te stoppen met dat DVB-T-uitzendingen, omdat die kostelijk zijn. Die kosten 1 miljoen. Dat is veel geld. Mm-hmm. En vooral argumenteert de VRT, we moeten er nog eens 1 miljoen tegenaan smijten. Dus dan wordt het 2 miljoen om de omschakeling naar DVB-T2 te doen. We stonden allemaal perplex. Bush B, ook de minister, moeten we toegeven, die dus eigenlijk die beslissing van de VRT heeft moeten vernemen. Want in de beheersovereenkomst die de overheid in ruil voor de 270 miljoen subsidies die de VRT krijgt, wordt er een beheersovereenkomst gemaakt waarin alles wordt opgelijst wat de VRT moet doen, wat de overheid verwacht dat de VRT moet doen. Terecht. DVB-T blijven uitzenden stond er niet in. Ook voor mij was dat een les. Ook al ben ik vanuit de oppositie, ik heb die zeker niet mee onderhandeld, die beheersovereenkomst, maar wel een les van zorg dat er alles in staat wat je moet doen. Dus de minister heeft daarover gekeken, de VRT zegt van, we doen het niet. Sindsdien worden wij bestookt, maar echt elke dag met mails, messenger, met heel veel. Er is ook een petitie gestart, er is een hele actie rond gedaan. En het blijft duren. Er zijn ongelooflijk veel mensen die
hun verontwaardiging daarover onskenbaar maken. En ze zijn ook terecht verontwaardigd. De VRT is gesubsidieerd door Vlaanderen en moet er ook voor iedereen zijn. En de VRT moet, we noemen dat free to air, moet minstens via één platform gratis te kunnen bekijken zijn door iedereen. Dat was DVB-T. VRT zegt nu, ja nee, dat is nu onze VRT nu. Nu, ja. Dus de website. Nee, die VRT nu website is belangen nog niet hetzelfde aan aanbod, aan kijkcomfort, dan wat dat de rechtstreekse lineaire uitzending van de VRT betekent. Dus wat mij betreft laat de VRT hiermee een heel grote steek vallen, want ze laat heel veel mensen koudweg in de kou staan. En ik heb het daar heel moeilijk mee. Ik heb met collega Caron, Mark Caron, Bjorn Joska en ik, we hebben een resolutie gemaakt waar dat we vragen aan de minister om in een addendum, er komt binnenkort bij de beheersovereenkomst met de VRT een extra pagina met er nog een aantal bijkomende eisen. Dan zet dat erin. Zet dat erin. Verplicht de VRT om dat te doen. Kijk, de minister weigert, onze collega's van de meerderheid weigerden. Dus wij staan erop te kijken en zeggen van ook daar, hè, dat je soms je heel machteloos kan voelen. Ja, maar de relatie tussen media en politici is eigenlijk al niet evident. Nee. Hoe gaat u daarmee om? U bent professor, maar u bent ook politicus. En u moet dan tegelijkertijd die VRT controleren, ja, die eigenlijk ook voor u een boodschapper kan zijn en een kanaal kan zijn om uw boodschap kwijt te raken. De VRT controleren, dat moeten wij niet doen. Hè. Er is een regulator voor de media die zal toekijken of de VRT zijn beheersovereenkomst naleeft. Dus dat, gelukkig moeten wij dat niet doen. Je moet je daar, ik heb dat echt wel als, in mijn rol als parlementslid, blijf ik zo ver mogelijk van uitspraken over inhoud en redactionele keuzes. Mm-hmm. Die de VRT maakt, net zoals ik geen uitspraken ga doen over redactionele keuzes die jullie maken. Mm-hmm. Ik vind dat is, behoort echt niet tot de taak van de politiek. Als academicus heb ik, als ik op basis van onderzoek kan dingen zeggen van bijvoorbeeld de VRT kwijt zich niet genoeg van haar culturele opdracht of zo, dan zal ik dat ook zeggen, maar dan gaat dat als academicus zijn, niet als politicus. Zelf blijf ik een heel grote verdediger van de VRT, omdat ik echt oprecht meen dat, en het is niet alleen een mening, het is gewoon, we weten dat uit onderzoek, dat landen waar een sterke openbare omroep is, dat je gewoon kwalitatief sterkere media toecoer hebt, ook commerciële media, omdat een sterke openbare omroep een aanjager is voor alle andere media om die lat hoog te leggen. Hoog in zaken kwaliteit van berichtgeving, diversiteit van berichtgeving, kwaliteit van fictie op alle vlakken. En dus we weten gewoon dat als je een sterk openbare omroep hebt, dat je een beter mediabestel hebt en dat je vandaar ook een betere democratie hebt. Want die centrale rol van de media in een democratie, die zijn zo vitaal. En in dat opzicht is mijn verblijf hier nu de afgelopen 5 jaar ongelooflijke leerrijk geweest. Voor mij is dat een soort van observerende participatie geworden, hè, om te kijken van hoe functioneren die relatie tussen politici en media, hoe functioneert dat nu in het echt? Want we kunnen dat als wetenschapper wel bestuderen, maar als je er middenin staat, krijg je toch wel een andere blik en dan zie je dat die eigenlijk nog veel hechter is dan dat we soms zouden denken. Ja, oké, dat is duidelijk. Bedankt voor dit gesprek, Katja Seer. Dat is zeer graag gedaan. Dank u wel.